Ik moet jou wat vertellen. Nou? Het einde is nabij. De hele put eromheen die is gevuld zoals ik had beloofd in de vorige video. En dan kan je hier nu, kan ik deze lever overhalen. En kijk. Boom, hoppakee. Alright, dat is dan gefixt allemaal, jongens. Ja, dan ziet het er ineens heel anders uit hier. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn, jongens. Wow, leuk dat jullie er allemaal zijn, jongens. Wat een riedeltje is dat. Vandaag zijn wij wedergekeerd in Content Veen. Prachtig dit allemaal, leuk dit. En ik heb een leuke planning voor vandaag. Ik heb een afgelopen livestream gehad en wilde ik de gevangenis een beetje verder bouwen. Dus dat ga ik zo meteen aan jullie laten zien. Maar eerst, onze prachtige abonneemuur. Vandaag hebben wij ook weer een nieuw abonnementje. Johan Kok, 22 november. Dankjewel, Johan, voor het abonneren op mijn kanaal. Wil je nou ook op deze muur komen? Dan moet je zeker eventjes abonneren. Reageer ook dat je bent geabonneerd. En dan geef ik jouw reactie een hartje. En heb je meer kans om op deze muur te komen. Oké, verder de planning voor vandaag. Die is op zich wel bijzonder. Want ik heb wel wat leuke dingetjes in gedachten om te doen. Eerst moet ik eigenlijk ook al het sneeuw weghalen, to be honest. Want er ligt... Oh. Hallo. Hallo. Oké, nee, weet je wat? Laten we er even op afgaan. Er is dus een beacon en een heks. Hallo, heks. Maar ik ben oprecht... help! Ik denk dat hij er iets mee te maken heeft. De beacon. De beacon heeft me gered. Oh mijn god. Oh, laten we die kant op gaan, jongens. Ik ben oprecht benieuwd. Oh my days, wat is dit nou? Help! Dit is... Wat is dit? Oh mijn god, ik ga dood. Ik ga serieus dood. Ik ga serieus dood door dit. Ze zijn weg. Oh nee, ze zijn niet weg. Dan zijn ze alweer. Sterf! Het is God, jongens. Wat is dit, ouwe? Ik word telkens gered. En dan weer niet gered. En dan weer wel gered. Wat in de binariekunde is dit? Het ziet er wel mooi uit, to be honest. Maar, oh my, deze is het beacon. Er zit goud. Hallo? Is hier iemand? Er is helemaal oprecht ook gewoon niemand. Hallo? Ha! Jezus. Ha! Stop! Oh, oh nee. Er zit een gezichtje onder je. Er zit een gezicht onder je baard. Hallo, Jezus. Voorzichtig. Hallo, Jezus. Wat doe je hier? Hallo, mijn jongen. Hallo? Hallo, ja, zeg het maar. Oh, ja, ik ben er, hallo. Ja, waar was ik gebleven? Oh ja. Wat doe... Wat is dit kut, zeg. Wat doe je hier? Hallo. Hallo. Je komt uit de toekomst. In kom je niet uit... verleden. Ik wou net zeggen, kom je niet uit de hemel of zo? Pas op, dat is een boom. Ik moet jou wat vertellen. Nou? Het einde is nabij. Het einde? Welk einde? Is nabij. Het einde. Jesus Christ! Oh my days! Dat is mijn naam. Jesus Christ. Nee, dat bedoel ik niet. Oh. Wat? Hoe doe je het einde is nabij? Mijn einde? Ga je me doodmaken? Wat doe je? Wat doe je hier? Ik snap het niet. Het einde, welk einde? Het einde ter werelden is nabij. Nabij! Nabij! Van wat? Welk? Ik snap het niet! Sorry, Jezus. Het einde van de wereld is nabij. Ja, welke wereld? Deze. Je gewoon Content Veen de wereld. Ja. Hoezo die is, dit einde is... Ik heb een klok. Ik heb een klok! Deze klok. Ja? Voorspelt alles. Kijk maar. Het is gewoon een klok. Ziet u dat? Ik zie dat het... Oh, kijk, hij is helemaal in de war. Oh, ja, het einde. Het einde. Nou, hoezo het einde? Het einde van alles. Over een paar dagen, een enkele dagen, zullen hier... Oh,
De meteorieten zullen vanuit boven komen. Ook een meteoriet. Daarboven! Daar! En daar. Daar ook? Nee, maar daar wel. Bij mij? Ja, overal. Overal. Maar dus je zegt het einde... Het einde van Content Veen. Het einde is nabij. En niks dat je kan doen. En hoe lang? Niks dat je kan doen. Ik kan lieven. Dat is niet lief. Nee, dat klopt. Maar het... Hoe heet jij eigenlijk? Wie? Ja, die gast onder je. Die kin. Kijk ze naar boven. Nee, maar hoezo? Het einde is erbij. Het einde is erbij. Er zullen meteorieten komen. Hoe lang hebben we nog? Hoe lang? Ik ga naar boven. Nee, wacht. Jezus, kom terug. Au. Hoe lang heb ik nog? Niet lang meer. Ja, hoe lang is niet lang? Dat ga ik even vragen hierboven. Moment, zo terug. Ja. Wat is dit, ouwe? Jezus, die komt hier of zo en die zegt het einde is nabij. Nou, ik geloof me helemaal niet, maar hij gaat nu voor me vragen daarboven, bij weet ik voor wie, wanneer het einde nabij is, hoeveel dagen ik nog heb. Hey, zombie villetje. Kunnen we mooi eigenlijk wel opsluiten. Wacht even, ik heb geen blokken bij me. Hey, kan je me even helpen? Heb je een boot voor me, Jezus? Ja. Kan je een boot plaatsen? Ja, hier. Eén was genoeg geweest. Dankjewel, Jezus. Maar hoe lang heb ik nog? Niet lang. Ja, hoeveel dagen heb ik nog? Dat is niet te vertellen. Gemiddeld, nog ongeveer. Enkele. Nog enkele. Oh. 20 dagen? 2 weken! Hoeveel zijn... hoeveel? Ja, dat is niet te zeggen. Hoeveel? 20 dagen, meer of minder? Hoeveel? 20. 20 dagen. Rekenen. Rekenen? Hoezo? Weet je dat niet gewoon? Ik heb rekenen uitgevonden. Ja. 2 weken! 6. Nee, Jezus, ik vind het prima. Ik snap het. Nog eventjes. Moet ik je helpen? Of... Met wat? Ja, die portal weer ingaan. Het einde is nabij. Ja, het einde is nabij. 2 weken! Ik weet het. Stop! Alles! Nee! Zet het uit! Hij is vrij! Wat heb je gedaan, Jezus? De brandweer! Oh mijn god, Jezus, wat heb je gedaan? Die heb ik ook uitgevonden, de brandweer. De brandweer heb je uitgevonden? Ja. Ga maar dood, trouwens. Maar, Jezus, even te zaken. Nog ongeveer 2 weken en dan is Content Veen ten einde. Ja, het einde komt eraan. Alles gaat kapot. Alles zou kapot gaan. Niks is meer te redden en niks dat je er kan doen. Oké, okay, nou, dan moet ik nog... Maar, stop nou! Ik moet nog mijn bank afmaken. Ik moet nog mijn grot afmaken. Ik heb nog veel te doen in 2 weken, ja. Ik heb een bank uitgevonden. Je hebt niks uitgevonden. Jezus, ik ga er vandoor. Volgens mij roept Godje. Ik hou jou in de gaten. Oké, dag Jezus. Oké, jongens, nou dat was vaag. Nee, maar om even te zaken te komen. Nog ongeveer 2 weken hebben we nog geen exacte datum. En dan sluit Content Veen seizoen 1 af, jongens. Dus we hebben nog 2 weken de tijd om alles af te maken wat we af willen. Daar gaat Jezus. Hij zei dat... Wat? Oh, maar deze. Hij zei al dat hij hem in de gaten ging houden en nou, daar heb je hem. Het wordt langzaam weer dag. Dus dat betekent dat we aan de slag kunnen gaan. Maar ja, jongens, dat Content Veen seizoen 1 eindigt, betekent natuurlijk niet dat Content Veen zelf stopt. 1.18 komt namelijk 30 november uit en het is inmiddels 23 november tijdens het opnemen van deze video. Dus dat betekent dat begin december, vlak voor kerst, misschien zelfs nog voor Sinterklaas, zal Content Veen seizoen 2 komen. Nou, hoe leuk is dat? Maar dat nog heel even tezijde, laten we nog genieten van Content Veen seizoen 1 natuurlijk. En, oh maar deze, er is hier een boomstuk. Hallo? Er is hier een creeper ontploft. Wat kut. Daardoor ga ik dit ook weghalen, want helaas zullen we niet de volledige kerstsfeer hier kunnen ervaren. Want we willen wel zo snel mogelijk natuurlijk gewoon het nieuwe seizoen in. Wat dit allemaal betekent, wat er gaat gebeuren met deze server en zo, dat horen jullie allemaal nog. Ja, er komt ook een dag dat jullie hier zelf rond kunnen lopen en zo. Het gaat heel leuk worden. Laten we dan ook even naar de gevangenis gaan, want we gaan die namelijk als eerste afmaken. Het is echt bedoeld om die gewoon een keertje af te hebben. De hele put eromheen, die is gevuld zoals ik al
dat beloofd in de vorige video. Dat is namelijk in de livestream gebeurd. Daar hebben Robin en Rick mij mee geholpen. Verder is de ingang hier, jongens, die ik in de vorige video gemaakt heb, is ook verbeterd. Als hij het doet. Oh mijn god. Hij is natuurlijk van binnen is hij gesloten. Dus ik moet heel even naar binnen vliegen. Want hij is namelijk nu op de beveiliging van binnen. Er zit een porteltje bij. Hoppakee. Zo. En dan kan je hier nu, kan ik deze lever overhalen. En kijk. Boom, hoppakee. En dan kan je vanaf nu kan je buiten de button doen. Dus dan is hij beveiligd. Kijk, nu kan je maar beide kanten doen. Maar nu zit er ook geen gevangenen in. Maar altijd als er daar iemand binnen zit, kan hij hem beveiligen voortaan, de portier. Waardoor er geen monsters meer binnen kunnen komen. En gevangenen kunnen ook niet meer naar buiten. En dat kan ook niet als er een gevangene hier zit en wij sluiten hem van binnen. Kan ook geen maat van de gevangenen kan hem van buiten open doen. Dus er is echt geen ontsnapping mogelijk. Naast door de lava zwemmen. Ja, zonder de armor, zonder goede shit, ga je gewoon dood. Verder heb ik hier ook allemaal dingen opgevuld al. Als je nu naar rechts gaat voortaan heb je een kamer. Met hier een ingang naar een andere kamer. En hetzelfde voor hier. Hier is ook een kamer. Waardoor ik hier denk ik de isoleercellen wil maken. Hier wil ik denk ik verhoorkamers doen. Of waar advocaten met hun dingen kunnen zitten. En dan aan de andere kant wil ik hier dus. Wil ik de kantine. En dan hier de kamer maken van de directeur en zo. En dat soort onzin. Laten we dan eerst beginnen met deze kamers hier. En dat wordt de verhoorkamer plus gewoon gangen. Of nee trouwens. We beginnen met de isoleercellen hier. Dan werken we vanaf hier zo terug naar het midden. We beginnen gewoon met isoleercellen. Oké, isoleercellen zijn eigenlijk best wel simpel. Dus die heb ik al gemaakt. Ik heb het gangetje hier wat dikker gemaakt. Of wat dunner eigenlijk. De muren wat dikker. Waardoor hier twee van die cellen zijn terechtgekomen. Ik heb de buttons alleen al niet geplaatst. Je gaat aan de rechterkant. Heb je zo hier een button. En dan heb ik mezelf opgesloten. Maar ik word helemaal gek, even tezijde, van alle beesten die hierboven zitten. Hetzelfde voor hier trouwens. Ik moet er nog alleen een matje in leggen en zo. Dan heb je isoleercellen. Maar ik hoor hierboven, hoor ik zoveel beesten. Dus laten we even kijken wat wij hier kunnen vinden. En het gelijk eventjes belichten. Laten we heel even kijken hoor. Hier, kijk, hier spant van alles gewoon. Oh, creepers, spinnen, zombies. Dan gaan we even een einde aan. Kijk, jullie zijn heel irritant. Ik heb hier ook echt nog eigenlijk genoeg ruimte voor bewijzen van nog iets. Ik heb heel leuk gezegd dat ik hier eigenlijk niks wilde. Daarom heb ik er ook het plafond erop gebouwd. Maar als ik het zo zie, er is echt nog veel ruimte hoor. Er zou nog best wel veel gemaakt kunnen worden hier. Maar ja, ik heb nog maar 2 weken. En dan sluit het station al af. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Max. Isoleercellen zijn gemaakt. Dan hier wil ik eigenlijk gewoon ook even een controleplekje of zo. Oh, misschien als nog een isoleercel. Dat denk ik wel leuk. Isoleercellen zijn geüpgraded. Ik heb namelijk deze erbij gedaan. Nou, nog kleiner. Dat is de kleinste. Dan is de gang hier en daarin is gefixt. Dan heb je hier die andere isoleercellen die ik net al liet zien. Hier is nu de doorgang even hier naartoe. Maar die wordt uiteindelijk ook dicht. En hij is twee dik. Dus het is gewoon echt goed beschermd hier. Verder, ja, hier komt dan misschien nog een isoleercel. Doen we dat wel gewoon? Ja, als ik het nu zo zie. Eigenlijk, dit plekje is gewoon perfect om te zeggen. Laat ik hier zo, hoppakee, zo nog een isoleercel doen. En dit en dan hier, prachtig. Hetzelfde als net deze aan doen. Nou, dan hebben we gewoon nog een isoleercel. En ik moet zeggen, deze is wel chills. Als in, hier zit je lekker een beetje van de rest vandaan. Een beetje in de rust. Gewoon, hier moet je zien. Helemaal geen erg plekje of zo. Nou, ik denk dat de isoleercellen op deze manier wel leuk verdeeld zijn. 1, 2, 3, 4. Hebben we 4, kunnen ze gewoon kiezen waar ze heen willen. Zien dat, dat ik de vloeren ook nog anders moet maken. Ze moeten een beetje een interieur krijgen. Maar laat ik eerst de rest even doen. Volgende ruimte. Misschien waar je met je advocaat kan meeten. En misschien een bezoekuurtje. Enig is dat je dan wel als bezoeker helemaal door de gevangenis moet lopen langs de gevaarlijke criminelen. En dan vervolgens hier een bezoekuurtje kan hebben. Ik heb voor een simpele oplossing gekozen. En dat is namelijk hier gewoon extra cellen. Maar hier komen gewoon nog 2 cellen. Dat is wel leuk. Dan kunnen mensen ook kiezen kunnen ze er ook voor kiezen om beneden te zitten. Hier een plek waar je met je advocaat kan. Dat heb ik gewoon van glas gemaakt. En een normale deur waar je in en uit kan. Dan kan je hier met je advocaat zitten zo. En even een tafeltje in het midden. Even met elkaar praten hoe en wat. Terwijl de guards het in de gaten houden. En als ze privé tijd willen lopen de guards weg. Dan is er wel nog ruimte over voor meer dingen. En er moet ook nog betere belichting komen, want het is nog slecht belicht nu. Maar ja, dat ben ik dus allemaal nog mee bezig. Oh, wacht. Ik wilde hier eigenlijk een trap maken. Maar ik denk dat ik hier ook gewoon een leuke cel van maak. Gewoon een kleine, mini-cel. Het is niet een isoleercel, maar wel een vervelend kleine cel. En dan de vloer eruit halen. Ja, dit is leuk, jongens, dit. Kijk, dan haal je dit in het midden, doe je hier. Oh, wacht eens even. Ja, dit kan wel. Dit kan. Zo, plek voor een deur. Dan hier onze prachtige iron bars. Ik heb er nog maar 3 over, alsof het meant to be is. Zien dat ik hier trouwens wel leuker iets van kan maken, weet je. Zoals dit kan werken, weet je. Er zit er iets
iets meer detail op zijn minst nog in. Hetzelfde geldt voor hier. Kan ook iets meer detail in deze manier. Ik heb nu even een torch gedaan omdat het donker is. Maar ik moet eigenlijk even wat lanterns bijsparen weer. Want ze zijn op. En natuurlijk zijn ze op. Cel, cel, cel. Dan moet daar ook nog even licht komen. Doe ik voor nu ook nog wel een torch erin. Dan hier verhoorkamer. Misschien een kleed in het midden hier of zo. Nou, het zou een kleed nodig zijn. Denk het niet. Misschien is een open ruimte ook wel gewoon prima. Dan kan je hier doorlopen. Dan kom je hier bij de isoleercellen. En dan een leuk gangetje met dingen in de hoeken hier. Ik wil het zo gezellig maken telkens. Maar het is een gevangenis. Het moet juist kil zijn. Laat ik in ieder geval beginnen met wat tafeltjes daar of zo. Kijk, wacht. Voordat ik dat ga doen, heb ik als leuk idee om hier... laat ik die even weghalen gewoon. Dit is je bed. Gewoon een houten plankje. En je krijgt een toilet. Een houten plankje en een toilet. Dat ga ik ook even maken. Oké, deur erin. Ik denk dat ik hier toch ook gewoon zo een deur doe. Omdat, ja, het moet wel veilig zijn, hè, jongens. Huh? Oh mijn god, dat werkt waarschijnlijk gewoon niet met glas. Dat meen je. Werkt dat niet met glas? Oh, maar deze, dat werkt niet door het glas. Ja, dat is niet mooi. Dan doe ik wel gewoon zo'n houten deur. Want ik vond het glas wel leuk hier. Ja, dan doen we trouwens wel gewoon een spruce door. Dat past er net iets meer bij. Buttons erbij. Hadse flats. Dan wil ik wat paintings ophangen. Gewoon wat simpele, saaie paintings. Deze, perfect, weet je. Dat soort paintings. Nou, hier doen we een tafeltje zoals dit. Waar je aan kan zitten met die gast van je. Of niet eens, je kan gewoon tegenover elkaar zitten en elkaar aankijken. Dat is letterlijk het enige wat ik wil dat je kan hier. Naar elkaar kan kijken, zo. Wat zo flat. Dan ook nog in de isoleercellen een cooldron. En een hier die twee trapdoors als een houten plankje. En dan nog mooi licht in het hoekje hier. Dit is letterlijk de isoleercel waar je in zit. Je kan gewoon op een houten plankje. Je hebt niet eens een kist, je hebt niks. Je hebt gewoon geen waarde meer als je hier zit. Eigenlijk is dat best onmenselijk, hè. Zo'n isoleercel. Dan hier dumpen we wel gewoon een bed uiteindelijk. Maar je krijgt eerst een toilet zo. En een bed en een kist. Dus je krijgt hier ook gewoon een kissie. En dan mis ik alleen de bedden nog. Die moet ik even ophalen. Het bed komt hier zo. Nou, dan is dit je cel. Hartstikke leuk. Mag er eens stikken gewoon. Zelf aan de andere kant. Alleen ik mis daar nog het bed. Helaas. En de cooldrons die zijn ook alweer op. Maar ik heb een kist. We kunnen vast de kist plaatsen. 10 cooldrons. Gaan we gelijk plaatsen. Die komt. Wat was het nou? Het bed kwam hier. Dus dan kwam de cooldron daar. Klopt dat? Huh? Hoe heb ik dat gedaan? Hoe heb ik dat gedaan? Ja, dat heb ik op deze manier gedaan. Oké, alleen het bed daar. Nog. Hier kan ook de cooldron, die kan... Jee, even kijken hoor. Waar ga ik dat doen? Oeh, wacht. De cooldron hier. Bed zo. En dan de kist komt naast. Zo, dan kan het bed perfect daar. Maar ja, ik heb geen wol. Dan moet ik weer helemaal naar mijn base heen en weer. Daar heb ik echt geen zin in. Oh ja, dit winkeltje hier moet ook nog. Laat ik dat gewoon even snel en simpel doen. Oh, hier brandt alles dus wel af. Goed om te weten. Dan doen we er gewoon een ander soort vloertje in. Dan maken we hier even een ander vloertje, want dit brandt blijkbaar af. Sommige punten pakt de lava de vloer en dan brandt het af. Dat is gewoon echt heel raar. Ik snap het niet. Hier doen we gewoon letterlijk een stenen vloer in. Zodat het echt even wat anders is. Want ik heb in muren en shit heb ik allemaal stone bricks en andesite. Dus als ik hier steen doe, dan kan het echt als vloer gezien worden. Nou, wat doen we hier? Hier doen we kisten zoals dit. Een cooldron met water erin. Een stone cutter. Nog een kist. En that's it. Meer is hier niet. Dit is gewoon het winkeltje. Alleen ja, het winkeltje loopt niet heel goed. Zo, en dan de button. Proppen we ook hier. Hoppakee. Ja, duidelijk. Prima. Dan denk ik dat deze kant helemaal klaar is voor nu. Om dit gewoon even af te sluiten. Dan vind ik het eigenlijk wel mooi geweest aan deze kant. Anders blijf ik te lang doorgaan op één punt. En ik moet ook nog de rest gaan doen. Dan kan ik dit dichtbouwen. Zo. Nou, wat gezellig hier, jongens, dit. Hier wil je toch gewoon heen, zou je zeggen. Hier wil je toch opgesloten zitten, lijkt me. Hier op de benedenverdieping is het op zich ook wel leuk. Dan mag hier eindelijk een keer ook een deur. Zo, met een button aan beide kanten. Hier een button en hier een button. Dus het is namelijk gewoon een beetje officieel dat deze kamer af is, zo. En dan kan de andere kant. Dan kan de hele andere kant hier. Nou, laten we er ook gewoon een deurtje in proppen. Zo, met hier een button en hier een button. En oh my days, dit is gewoon nog helemaal... Ah, wat gebeurt hier? Dit is gewoon nog helemaal leeg. Hier is gewoon nog niks gedaan aan deze kant. Er is letterlijk niks gedaan. Maar ik wil hier ook gewoon complete ruimte van de werknemers van maken. Meer niet. Ik ben gewoon begonnen met een indeling. In plaats van dat ik weer een hele plafond er eerst in sjouw en zo en weet ik veel wat. Denk ik het wel handig om te weten wat voor kamers ik ga maken. Dus ik dacht om ter opvulling gewoon hier een gangetje zo hier, hier, hier. En dan kom je hier in het kantoor van de baas gewoon. En dan hier misschien deze ruimte even wat groter maken. Waardoor deze ruimte gewoon gelinkt is aan elkaar hier, weet je. Dat dit gewoon één grote ruimte is. Ik denk dat dat wel chill is. Oh, en hier de gastenkamer. Ja, dat is de reviewruimte en gastenkamer. Dan kunnen de gasten kunnen ook de reviews lezen. Dan kunnen de gevangenen via deze kant naar binnen. En de gasten kunnen gewoon via de in... Oh, we hebben hem, jongens. We hebben hem. Hier, dit is toch perfect, jongens. Zo, zo. En dan hier nog dit leuk. En misschien dit leuk. En dan kan je hier een raam maken. Waardoor je gewoon ten eerste vanuit de reviewkamer hier... kan je kijken naar hoe je meet met andere gasten. Dan kunnen de gevangenen komen via de kantine hier. Moeten ze doorlopen langs het kantoor van de
eigenaar. Hey, ik dus. En dan komen ze hier terecht en dan kunnen ze hier leuk praten met de matties en weet ik veel wat. Zo, hoppakee. Dan kan de deuren moet ik even erbij halen. Ik moet hier stairs. Oh, die heb ik toevallig. Dat scheelt, want dan kan ik hier stair. En dan erachter wil ik dit. Hier komen gewoon twee deuren. Dus wat we dan doen is zo. Hoppakee. Dan komen hier gewoon twee deuren. Dan is dit ook gedaan. Leuke stoeltjes hier neergezet. Moet hier ook nog een deur komen met een button. Hier kan het ook nog wel wat gezelliger. Maar eigenlijk moet ik hier gewoon meer lecterns plaatsen voor de reviews. Als het goed is brandt het hier ook niet meer af. Ik heb namelijk van Anne en Rick heb ik nieuwe reviews gekregen. Dat zijn eigenlijk de oude reviews. Maar dan herschreven. Want die waren helaas wat ik zei afgebrand door het lava dat het soort van naar binnen kwam of zo. Geen idee. Robin, Rick en Justin. Nou, dan zijn de reviews zijn terechtgekomen. Gelukkig heb ik ijzer bij me voor deuren. Althans, ik had nog 12 deuren. Dat scheelt. Zo, dan deur, button. Hetzelfde voor hier de button. Dan deur, deur. En dan de button. Die kunnen hier de buttons. Zo, dan kan je naar binnen. Hetzelfde voor de andere kant. Hier moet het ook nog opgefleurd worden. Dan hier nog een button. Oh, trouwens, zelfs hier moet nog ster. Doe het zo. Kijk, ik heb een inhammetje. Maar deur. En dan de button, die staat er al. En aan de andere kant ook. Alright, dat is dan gefixt allemaal, jongens. Ja, dan ziet het er ineens heel anders uit hier. Nu moet ik nog wat lanterns halen, want dan moet ik wel helaas naar mijn basis. Maar ik heb niet zoveel keus, want zometeen wordt het nacht. En dan spannen er waarschijnlijk allemaal monsters binnen in de gevangenis. En dat is niet handig. Ik heb gelijk wat bedden en zo meegenomen. Allemaal voor andere dingen. En ik heb rode carpets meegenomen. Want ik denk dat rode carpets hier en daar gewoon wel heel leuk kan zijn. Zeker op ruimtes waar de gasten mogen komen. Zoals deze kamer hoort wel echt een red carpet in. Maar ik heb ook gewoon witte bij me. Maar eerst de lanterns, zoals gezegd. Hoppakee, dan is er wat licht hier. Hier ook. Voor de ingang heel simpel. Ik heb helaas niet zoveel dingen bij me. Zoveel blokken meer. Dus ik moet ze een beetje op de grond plaatsen. Dat is wel heel jammer. Dat is namelijk totaal niet mooi. Oh, deze kamer is totaal nog niet af. Prima. Ik heb ook soul lanterns meegenomen. Want die kan ik in de isoleercellen plaatsen. Ik denk dat geeft wel een soort extra dark effectje. Een beetje een... Ja, dat het gewoon wat darker hier is zo. Kijk, dit geeft toch wel even... Ja, oeh, nu wil je hier nog minder graag zitten. Met zo'n soul lantern. Kijk, dan kan ik nu ook gewoon, zoals ik al zei, de bedden erbij doen. Hier een bed. Wat had ik dat? Hier een bed. Zo, ik moest even denken waar ik hem nou wilde doen. And that's it, right? Volgens mij is... hoeven er niet meer bedden in, lijkt me. Laat ik hier ook gewoon even een carpetje doen, zo. Voor de gezelligheid. Een beetje de sfeer erin brengen. Misschien een beetje met wit er doorheen. Rood met witte carpet, zo. Hoppakee, ook een beetje een carpet. And that's it, I guess. Right? Qua dat soort meuk allemaal erin gooien. Hier ga ik het niet doen. Hier komt gewoon de gang. Dit is gewoon een simpele gang. En dan alleen deze kamer nog. Maar ik vind het voor nu alvast mooi geweest bij de gevangenis. Ik vind het denk ik... Anders komt die gevangenis een beetje mijn neus uit. Dus laten wij hier lekker wegvliegen. En dan gaan we volgende keer verder met de gevangenis, jongens. Tot ziens. En jongens, dit schedel hier is natuurlijk ook nog hartstikke bijzonder. Want alles gebeurt tegenwoordig hier in de livestreams. Maar er is binnenkort weer een nieuwe kamer. Gaan we eerst door het hoofd van Rick. Hoppakee, door zijn mond gaan we zo. Dan komen we hier bij de eerste opdracht die we hadden gecomplete. Toen kwamen we hier bij de tweede opdracht en dat was schieten. En daarna moesten we weer een zoektocht doen. Bij opdracht 3 moesten we parcours met een zoektocht doen. De opdracht daarna was weer heel veel zoeken. De opdracht daarna was een heel dol. Echt heel lijp. En toen kwamen we bij de laatste opdracht tot nu toe. En dat was met de kamer hier waar ik zoveel... Dat was gewoon een escape room dit. Toen kwam ik hier in de escape room terecht. En het is net alsof je buiten bent hier. Want het regent zelfs gewoon. En nu zijn we bij de uitgang. Maar jongens, bij 3000 likes op deze video... zou ik verder gaan naar de volgende ruimte. En dan gaan we kijken wat we daar allemaal vinden. Ik heb van Robin gehoord dat het heel cool is. Dat het oprecht wel heel lijp gaat zijn. Dus ik ben echt heel benieuwd. Maar daarvoor moeten jullie wel even liken. Maar goed, we zijn hier weer thuis nu. En dat is alles waar ik vandaag tijd voor heb. Dus ik wil jullie wederom bedanken voor het kijken naar deze Content Veen video. En jongens, vergeet niet, Content Veen seizoen 2 komt eraan. Dus deel het met je matties of je batties, I don't know. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken. Ik spreek jullie later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei! Yeah.